4 keer per jaar gaan we met onze Leopards naar Bergh-Honen om te schieten. Waarom? Omdat het in Nederland lastig is om op zulke grote afstanden te schieten. Omdat onze schietbanen daar niet aan voldoen. Ik ben veiligheidsofficier. Wat doe ik als veiligheidsofficier? Ik begin 's ochtends met een praatje wanneer de schutters, laders, bestuurders en commandanten bij elkaar komen om de dag door te bespreken. Ik begin dan met een praatje, vertel daar wat ik van hun verwacht met betrekking tot de veiligheid op en rondom de tank. Na mijn veiligheidspraatje gaan de jongens terug naar de tanks. Eenmaal aangekomen bij de tanks gaan ze de munitie beladen, ze gaan de wapensystemen inschakelen en ze gaan zich verder gereed maken om vervolgens de schietoefening in te gaan. Als ze een schietoefening hebben gedaan, wachten ze op hun plek en ga ik daar naartoe om te controleren of alle systemen goed zijn uitgeschakeld, of alles veilig is, en geef ze daarna het teken dat ze door middel van de groene vlag, dat aangeeft dat het systeem veilig is, kunnen ze teruggaan richting de plaat. Het doel van deze oefening is om de tankbemanning getraind te houden, gecertificeerd te houden in een hele teamoptreden. En voorlopig loopt alles voorspoedig.